In this episode, we explore another abandoned hotel somewhere in the mountains in Germany. This time, we were able to explore the entire building, and it seemed like they just left and left everything behind. The furniture seems to date from the 1980s and 1990s, and it looks like the building has been defying nature for so long. Not long before this entire building falls apart because the roof of the swimming pool had already completely collapsed. Join us in what is left behind of this abandoned decaying hotel in Germany. Ik ben aangekomen aan het verlaten hotel aan de rechterkant. Nu een weg naar binnen zoeken, maar de batterij is bijna plat. Maat, dat ziet er iets oud uit. Right, we zijn binnen. Ja? Ja, zie. Oeh. Inderdaad. Alles staat hier gewoon op een hoop, hè. Hier nog wel een oude telefoon. Maar zit er geen toetsen meer in. Wat is dat? Matrassen. Oh jong, al die lampen daar. Ze hebben precies alles van boven gewoon naar beneden gezet. Daar ook al die stoelen. Ze hebben hier gewoon alles op elkaar gestapeld. Deze was volgens mij de balie. Om binnen te komen om in te checken. Denk ik. Ja, alleen is een frigo, is misschien een bar geweest. Dat is hier allemaal gewoon op elkaar gestapeld. En dan gewoon achtergelaten. Ah ja, hier, amai. Hoeveel telefoons hadden die? Dat is waarschijnlijk ook van al die kamers, hè. Room service. Wilt wel zeggen dat die kamers waarschijnlijk allemaal leeg gaan zijn. Mm. Hier ook. Volgens mij was deze een eetruimte of zo geweest. Al die stoelen. Dat is goed zijn. Nee, dat is hier een beetje moldy. Allemaal lampen. Een koekenpan. Ah, hier, etage. Nummer 58. Nee, 48 tot 55. Deze gaan sowieso al kamers zijn geweest. Ja, zie. Zie, die gordijntjes hangen er nog in het toilet. Zie. Dit is een terras of wat? De meeste kamers zijn gewoon allemaal leeggehaald, hè. Ja. Moet je een capsack hebben? Ja, die hebben we niet op bad, hè. Om te grazen. Dat zijn wel mooie decaykamertjes. Hier voor het beddengoed en zo in op te slaan. Zie je? Ja. En hier die een doorloop naar een andere, naar een ander gebouw. Hier op de eerste etage. Kamernummers 56 tot 63.
Ja, hier hangen de gordijntjes nog. Maar dat is toch keiklaan. Zie nu. Ik kan toch nooit een kamer zijn geweest? Nee. Dit is opslag. Zie al die schimmel op die deuren. En het toilet met die gordijntjes. Laatste vloer, tweede etage. Dat is een zolder. Dat is precies gewoon tak. Dat is raar dat het er hier beter uitziet dan op het eerste verdiep. Al die kamers zijn leeggehaald natuurlijk. Hè. Ik denk dat al die spullen gewoon beneden staan. Al die lampen en zo. Stoel ja, en bed in de beneden. Ja. En ook altijd van die fantastische ideeën, hè. Om op daken te kruipen. Raar. Dus dat is overnachting, €29,50. Sat-tv, €2,50, telefoon, 30 cent. Huh. Is dit de kelder? Huh. Allemaal... Zo zot, hè? Ben ik toch nog niet geweest hierboven? Ja, dat kan ik zien. Wat? Ah, dat is helemaal weg of wat? Niet weg, maar... Allee... Ik denk dat als 1 of 2... Ah, dat heeft er in brand gestaan. Niet moeilijk. Heeft helemaal in de fik gestaan. Maar dat heeft hier goed in brand gestaan, ze maat. Oelala. Er zijn ook nog kamers geweest. Deze zag er precies nog ouder uit. Oh, wauw. Nee, dat kan niet. Wauw. Deze is wel echt super cool. Die oude sofakjes. Hier ook. Die oude lampetjes. Ja, dat is wel de moeite dan deze. Ja, joh. Er ligt zelfs nog een Bijbel. Die heilige schrift. Zo. Amai, die zijn zo'n coole kamers. Ja, dat is wellicht de moeite. Er liggen zelfs nog wat spullen in de kast. Ik denk dat er nog wel wat kamers zijn, ons gaan verrassen misschien. Er staat ook nog wel iets. Ja, hier ook. Hier zijn nog kleine setups. Dat is wel tof, hè? Ja, nee. Die zijn echt nog goed intact. Alla. Oh la la. Deze. Wauw. Amai, dat is zo cool. Ja, deze is echt een topper locatie. Die zijn al platenspeler geweest. Ik denk dat hier dan dat dingetje op stond voor hier plaatje. Ja, dat zie je, dat was een platenspeler. Hier nog een heel badkamer. Maar die rookschade is echt wel groot, hè. Zoals nog wc-papier.
dan ook gewoon nog binnen. Hè. Ook een heel klein kamertje geweest. Hè. Je hoeft hem deze. Zijn mensen beneden in een tuin wel daar het stoel licht even uit? Kapstokken. Die hebben hier allemaal zo van die kleine setups gedaan. Ja. Het is nog die verbrande deur. Hola. Oei, oei. Rommelkamer. Ja. Dat is leeg. Dat is ook een rommelkot. Hier staat niks meer. De ruiten zijn er ook allebei uit, hè. Dat was gewoon een doorsteek helemaal. Maar dat is helemaal in brand gestoken. Maar zie, dat gaat wel door. Je komt in de andere gebouw uit, denk ik. Zie je dat? Ja, nee. Wat? Echt een luidje. Nee, zie, je komt nu in de andere gebouw uit. Holy shit. Dat is helemaal niet gestort. Nee. Mooie toiletten geweest ook en zo. En een netje. Om spullen in te steken, gelijk in een zwembad. Deze was dus ooit een zwembad, maar dat is helemaal in brand gestoken en dat is gewoon verwoest. Dat is wel echt jammer, want dat was volgens mij nog niet. Ja. Maar je ziet ook aan die tegels en zo. Ja, je ziet daar. Hè. Je ziet ook dat water. Is dat zo wild? Ja. Je wilt even verfrissen. Wat is even de Liam? Wasmachine. Hier is zo'n strandstoel. Zo'n zwembadstoeltje. Nee! Hoe cool is deze? Een zonnebank. Leo. Amai, dat is zot. Dat is crazy. Die met de kleuren kunnen hebben. Allee, let's explore. Dat is sowieso een sauna of zo geweest. Ja. Met een hot tub. Ah, ja. Het staat erop. Hier. Sauna. De hele uitleg. Allemaal met stokken, mannetjes. Maar dat pakt er wel bijna een awesome. Stinkt hier wel echt. Zoals als een bed binnen. Ik zal naar zijn geslapen hebben. Is die gewoon helemaal open? Jawel. Oh nee, dat zijn ook gewoon ketels geweest en zo. Nou. Ja.